Rens Vinken is de nieuwe jeugdprins van de rommelpotter Kussen Ommel. Haustea Jonikaite sprak met de prins en jeugdvorstin Janneke Donkers. Prins Jens en vorstin Janneke, als eerste gefeliciteerd met jullie nieuwe titels. Wie zijn jullie nou eigenlijk? Vertel. Ik ben Rens Vinken, ik ben 12 jaar en ik woon hier bij de Jan van Havenstraat. Ja. En ik ben Janneke, ik ben 11 jaar en ik woon hier in de Kluisstraat. Nou, en jullie zijn nu dus prins en vorstin. Hoe is dat gekomen? Ik werd gewoon een keer gebeld. En ja, toen zei ze dat ik de prins werd. En wat dacht je toen? Toen was ik blij. Ja, je zei eigenlijk gelijk ja. Ja. Moest je nu nog thuis even navragen of allemaal mocht? Nee, mama werd gebeld en die was er toen bij. Kijk, en zijn je ouders ook even blij mee als jij? Ja. En dan ga ik even naar je buurvrouw, want hoe ben jij vorstin geworden? Ja, ik ben verrast. Ik wist eigenlijk nog van niks. En toen ineens, hoe ging dat? Ja, toen kwam mijn naam in beeld en toen was ik het. Ja, want je naam kwam in beeld. Waar gebeurde dat? Ja, hier in de zaal. In de zaal. Was er een feestje of wat? Hoe kwam het? Jeugdbal. Het jeugdbal. En toen werd jij ineens verrast als vorstin? Ja. En wat dacht je toen? Ja, toen was ik eigenlijk wel heel blij. En nou, dan ben je dus ineens prins en vorstin. En wat ga je dan doen? Want nu is het al best... Ja, wanneer zijn jullie bekend geworden? Dat was afgelopen vrijdag, denk ik. Ja. De 12e. Ja, en als je nou in de klas bent, word je ook aangesproken als prins of valt dat toch mee? Nou, niet heel veel. Jij wel? Ja, een beetje. Ja, dus tegen jou zeggen ze nou in plaats van Janneke, vorstin Janneke. Ja, ooit wel. Kijk. En nou komt natuurlijk het carnavalseizoen een beetje dichterbij. Waar kijken jullie het meest naar uit? Ik denk toch de optocht op de wagen staan. En jij? Ik ook. Die standen van Asten, maar wat verwachten jullie daar nou van? Ja, ik denk gewoon veel feest, veel gezelligheid en ja, en veel kleurtjes. Ja, ja, en is de grote prins er ook bij? Ja, ik denk het wel. Ja, want wat vinden jullie nou eigenlijk van prins Robert? Ja, weet ik niet. Ik had eigenlijk echt geen idee wie het zou worden en ja, die woont bij ons in de buurt. Zometeen komt als eerste receptie en daarna komt nog een heel carnaval. Wat gaat er dan gebeuren? Wat is het programma? We hebben een mist in de kerk en ja, de receptie en de optocht en volle dinsdag en nog veel meer. Dus het worden drukke dagen voor jullie? Ik denk het wel. Het is receptie. Het moet natuurlijk wel druk zijn. Dus maak maar een oproep voor iedereen. Ja, iedereen moet wel gewoon komen. Dat is kei gezellig. Het was super gezellig.